Ik was dus aan het genieten van het mooie weer. En mijn vriendin woont recht over een kerkhof. Oké, nu ben ik dus aan het wachten op de bus in een buskotje. Mijn vriendin is nu naar werk. En ja, het is mooi weer gelukkig, dus ik kan niet klagen dat het koud is. En ik heb trouwens mijn haren laten doen door mijn beste vriendin. Kijk, dit is dus echt mijn lievelingskleuren. Het is dus echt dit roze. Dat heb ik laten doen door mijn vriendin. En nu is het ongeveer, denk ik, bijna iets meer dan 5 minuten wachten op de bus. En dan heb ik eigenlijk mijn bus. En dan moet ik helemaal naar Zuid en daar moet ik dan mijn andere bus nemen. Ik zit dus al op de bus en kijk hoeveel groene velden er zijn. Echt super veel windmolens. Dus mijn make-up gedaan. Mijn haar moet wel een keer gewassen worden. Want ik denk nu dat het de 4e of 5e dag is. En meestal was ik mijn haar tussen de 4e of 6e dag. Dus dat moet ik wel een keer doen. Ik heb ook gedacht van ik ga gewoon mijn make-up routine een aparte video van maken. Zo kunnen jullie in een aparte video gewoon duidelijk stap voor stap zien hoe dat ik mijn make-up doe. En daarnet, ik was mijn video's aan het maken voor mijn dagelijkse TikTok upload schema. En ik wil mijn video uploaden. En dan kreeg ik een melding van TikTok dat ik mijn video niet kan uploaden. En ik was ervan, hoe komt dat nou? Dus ik kijk naar de melding. Kijk ik naar de video's die gerapporteerd zijn. En dan zag ik gewoon dat er 2 lip-sync video's waren die gerapporteerd zijn. En ik was ervan, allee, dat zijn nu 2 TikTok video's waar ik gewoon lip-sync doe. Liedjes waar gelijk famous TikTokers, Charli D'Amelio, Alison Rae, Anna Sumate en like al die famous TikTokers en video's. En mijn wordt dan weer gerapporteerd. Ik hou mij aan de community-richtlijnen. Ik vind dat ook super belangrijk. Ik ga niks tegen de community-richtlijnen doen. Maar ik ben nu voor 1 dag geblokkeerd voor video's up te loaden. Dus mijn schema zit een beetje door elkaar nu. Kijk tegen wanneer dat deze video online komt, zal het alweer opgelost zijn. Hopelijk dan er niet meer dingen achterkomen. Dat is niet leuk. En ik heb ook voor de zekerheid een backup account al gemaakt en al wat video's geüpload. We zijn nu zaterdag en ik wil me in ieder geval excuseren dat ik niet echt zoveel gevlogd heb deze week. Ik ga proberen toch wat meer te filmen van iedere dag. Maar gisteren ben ik opgestaan en dan ik wou op TikTok gaan omdat ik zag van ik heb superveel meldingen. Het was echt letterlijk dan meer dan 100 of zo meldingen. En dan zag ik een melding tussen staan van TikTok zelf. En dan was er weer een video gerapporteerd. Dus ben ik nu tot zondag, dus tot morgen, geblokkeerd voor video's te uploaden. Maar ik was van, jee, minder dan een paar uur ik alweer video's uploaden. Want ik vind het altijd super leuk voor video's te maken en dan te uploaden en dan jullie meningen te zien. En te kijken wat jullie er eigenlijk allemaal van vinden. Ik vind het eigenlijk gewoon super leuk. Nu moet ik wachten tot zondag. En dan in die tussentijd mag er nog niets gebeuren. Dus ik hoop er echt voor dat ik zondag eindelijk terug kan posten op mijn main account. Maar in de tussentijd post ik wel gewoon op mijn backup. En sorry als mijn make-up er echt gewoon niet goed uitziet nu. Maar ik heb geslapen met make-up. Ik weet dat niet goed is. Maar ik ga proberen om wat meer te filmen van iedere dag. Echt een vlogweek ervan te maken. Of zo vlogs van iedere dag te maken. Maar deze week zat het er niet echt veel in. Want het ding is ook, ik heb niet echt veel energie nu. Ik weet niet of jullie het al gemerkt hebben. Maar ik heb nu wel even een periode dat ik minder energie heb. Maar toch de energie probeer te verzamelen. En dan toch wat content probeer te maken. Dus ik beloof jullie binnenkort dat het allemaal goed komen. Ik ga echt iedere dag proberen te filmen. En andere video's maken, like onder andere een make-up tutorial, omdat al zeer veel is aangevraagd. En dan nog een paar andere video's.
In ieder geval, zeker niet te abonneren op dit kanaal en deze video te liken en te reageren op wat je graag wilt zien, zodat ik jullie ideetjes kan gebruiken voor de komende video's. Dit was het dan voor deze korte video. Ik hoop dat je het leuk vond om deels wat te zien wat ik gedaan heb en van de update van mijn TikTok, wat er precies aan de hand is. Dus dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye!